Ik sta hier naast de Twentse trots, Margabult. Ja, ah. toch wel een beetje. Hey, je bent uitgekozen uh, op Clubsiggo.nl als favoriete Songfestival singalong artiest. Wist je dat eigenlijk wel? Nee, daar wist ik helemaal niks van. Dat is echt waar? Nee, is dat serieus? Ja, dat is echt serieus. Waar heb ik dat aan te danken? Nou ja, hoe vind je dat? Hoe ontstaat zoiets? Ja, dat vind ik te gek. Ja. Ik vind het sowieso al te gek dat ik, uh, dat ik hier straks sta en dan even gewoon het hele zikkodome uh, hoop ik dat dat mee gaat doen met het nummer. Maar ik vind het een verrassing en ik ben er hartstikke blij mee. Dat vind ik Mooi. echt heel leuk. Ja. Ja. Is dit de eerste keer zikkodome voor jou? Uh, ja, wel andere, wel Ahoy en uh, Gelredome en Zikkerdoom nog nooit. Ik ben er wel geweest, maar ik heb er nooit op de bühne gestaan. 15.000 man, hè, vanavond? Ja. Heb je er zin? In? Ja, ontzettend. Want uh, ik ben toch wel iemand van de social media. Dus er komt werkelijk, volgens mij komt half Facebook en Twitter. En, en het wordt een feest de herkenning. Uh, je hebt niet alleen Johnny Logan en een Broadhood of Man, maar ook Rutja Kot en uh, Maggie McNeil is er. Ik ben een Gerard Joling. Dus ik, volgens mij gaat die hele zaal hier. De, die, die gaat plat. Want die, Weet mensen me zeker. Kennen al, al, die mensen kennen alle liedjes. En rechtop in de wind gaan ze meedoen hoor. Dat Sowieso. Ik, dat zeg ik je nu al, ja. Daar ben ik van overtuigd. <laughs> ja. hey, en wat, wat is nou jou, uh, waar kijk je echt naar uit vanavond? Naar wie kijk je uit? Of welk liedje? Ik kijk het meest uit naar Johnny Logan. En weet je waarom? Omdat Johnny Logan natuurlijk in mijn jaar uh, won, in 1987. Hij kreeg toen uh, de, de persprijs bij de mannen en ik kreeg die bij de vrouwen, de eerste prijs. En als hij in het land is en zo, hebben we altijd even een contact. Dus, uh, en nu heb ik hem heel lang niet meer gezien. Hij is natuurlijk ook een stukje ouder geworden, ik ook. En dat vind ik ontzettend leuk dat ik hem weer zie. Want dat bindt toch op een of andere manier. We hadden in 1987 heel erg veel plezier met elkaar, en we hebben toen veel met elkaar gesproken. Hij had toen een hele moeilijke tijd achter de rug. En we zijn nu 28 jaar later rijper, volwassener. En dan vind ik het ontzettend leuk om hem dus weer te zien. Nou, onwijs bedankt. Heel veel plezier vanavond. Ja. Ik heb net de repetitie gezien, geniet rechtop in de zo. wind. Ja, tuurlijk ga ik genieten. Ik zat net al te genieten. Dat bedoel ik. Dus heel veel plezier en dank je wel. Ja, dank je.